Ontwerp start in Hammen noodgedwongen met Shawcross, Verjans en Allen achterin. Damien Allen komt na 5 minuten te zwak terug. Van Hifte profiteert en klopt Ristovic. 1-0. Een ongelukkige goal zet Antwerp meteen in het verweer en geeft Hammen vanaf dan al de kans om vooral aan verdedigen te denken. Een kwartier later kan Antwerp concreet reageren. Shawcross rukt op over rechts en zet voor. De kopbal van Olguin botst op de lat, tot 2-maal toe. Antwerp is het merendeel van de tijd baas, maar toch krijgt Hammen nog 2 vette kansen. Ristovic lost, Gibson schiet hoog weg. Even later opnieuw zo'n scherpe tegenaanval van Hammen. Hammen dat trouwens hier leider Dender al klopte, Van Hifte knipt naast. Ook in de tweede helft kiest Antwerp voor de aanval, Shawcross vindt opnieuw Olguin. Dit keer kopt Argentijn over. De druk is er, de goal van Antwerp blijft uit. Knappe redding van de doelman op een al even knappe plaatsbal van Gibson. De fase die de afloop van de partij bepaalt krijgen we na 35 minuten in die tweede helft. Olguin breekt door en wordt gestuit. Of het een strafschop is kan je nog in het midden laten, maar een overtreding op een man die alleen op doel afgaat is het zeker. Scheidsrechter Allaert reageert niet en Hammen trekt in de tegenaanval. Traoré tekent met een knappe goal het vonnis van Antwerp, 2-0. Nog minder dan 10 minuten de titel kan Antwerp nu zeker vergeten. Antwerp blijft wel knokken tot de laatste minuut. Campbell in 1 tijd, die een baard pakt. Zelfs de kans op 2-1 wordt gemist, die Gregorio voor de strafschop. Baard pakt. Antwerp kan zich opmaken voor de eindronde. Is Antwerp out of the race to the title now? I think so, yeah. You know, I mean, I don't know what the scores are today. I haven't a clue, but, you know, we set a target on winning, you know, all 5 of the last 5 games. You know, it's certainly a tall order, you know, to do now, but you couldn't fault the lack of drive and effort, certainly, to try and win that game today.